Zorg voor een droge, zuivere en vlakke ondergrond. Leg de verpakte laminaatplanken minstens 48 uur in de ruimte waar je ze gaat plaatsen. Zo kunnen ze acclimatiseren en vermijd je later problemen van uitzetten en inkrimpen door temperatuurverschillen. Plaats eerst een ondervloer. Die vangt kleine oneffenheden op en isoleert zowel thermisch als akoestisch. Leg de ondervloer. Gebruik een breekmes om hem op maat te snijden. Bij dit systeem passen de platen als een puzzel in elkaar. De vloer zal hoger liggen dan voordien. Verwijder de deur als je die moet inkorten. Snijd het lipje van de eerste plank weg. Zo komt het zichtbare gedeelte van het laminaat dichter bij de wand te liggen. Laat 1 centimeter speling tussen de laminaatplanken en de wanden, deurposten of verwarmingsbuizen. Zo kan het laminaat zonder problemen uitzetten. Gebruik afstandblokjes. Schuif de tweede plank in de eerste. Zorg dat beide planken exact in elkaars verlengde liggen. Als je een stuk plank moet afzagen, draai je ze best om. Geef met een potlood aan waar je moet zagen en welk gedeelte van de plank je eerst wil gebruiken. Zaag de laminaatplank op maat. Gebruik een laminaatsnijder of een afkortzaag. Uitsparingen kan je met een découpeerzaag uitzagen. Met het overschot van het eerste afgezaagde stuk begin je de nieuwe rij. Leg de laminaatlatten geschrankt, zodat de groeven niet in elkaars verlengde liggen. Klik de tand van de plank op de tweede rij in de groef van de plank op de eerste rij. Gebruik een aanslagblok en eventueel een speciaal aanslagijzer. Let er altijd op dat er geen stof of vuil tussen de tand en de groef zit. Ze moeten proper zijn om goed in elkaar te klikken. De laatste latten moet je in de lengte afzagen. Dit kan met een wipzaag. Vergeet ook hier niet een speling van 1 centimeter te laten tussen de muur en het laminaat. Verwijder nu de afstandblokjes. Zet de pluggen op het profiel. Duid aan waar je de gaten moet boren. Boor vervolgens de gaten. Duw de pluggen in de boorgaten en zet zo de overgangsprofielen vast. We gebruiken hier plakplinten omdat de bestaande plinten nog in zeer goede staat zijn. Zaag de plakplinten in verstek zodat ze mooi aansluiten. Bevestig ze vervolgens. Meet de afstand tussen het hoogste punt van de nieuw geplaatste vloer en de onderkant van het scharnier in de deurstijl. Duid deze afstand aan op de deur en je weet precies hoeveel je moet wegzagen. Gebruik een cirkelzaag. Plaats de deur terug. Yeah.